Welkom bij Bunkerverhalen. We gaan het dit keer gaan we het over het verhaal hebben van de doktoren die hier in deze bunker dienst gedaan hebben en over voorvaart. Er was hier in 1944 op het laatst een Duitse arts en een hele jonge man. En die kreeg hier de 2 november 1944 kreeg hij een zwaargewonde Duitse militair hier binnen. En die militair die was er dusdanig slecht aan toe. Hij had een kapot been en dat moest vermoedelijk geamputeerd worden. Dat dacht die dokter in eerste instantie aan. En ja, dat durfde hij niet uit te voeren, want ja, daar had hij geen ervaring mee. En de gezondheid van die patiënt die was dusdanig slecht dat hij deze zware ingreep vermoedelijk niet ging overleven. En ja, hij kon geen collega-arts om hulp vragen. Dus ja, in Middelburg en Vlissingen waren natuurlijk genoeg artsen, ook Arnhem-Muiden. Maar daar kon hij niet naartoe vanwege dat water hier op Walcheren. Dus er zat eigenlijk maar één ding op. Hij ging richting de geallieerden, richting de Engelsen. De Engelsen die lagen eigenlijk hier vlakbij. Die maakten zich op om deze batterij aan te gaan vallen. En hij is dan met een witte vlag of een rode kruisvlag is die daar naartoe gegaan. En heeft daar contact gezocht met de Engelsen. Eigenlijk natuurlijk met gevaar voor eigen leven, of hetzelfde held hadden ze hem omgelegd. Hij heeft dan gevraagd om een Engelse dokter of die mocht spreken. De Engelse dokter is naar voren gehaald, waar die eenheid 47 Royal Marine Commando had hun eigen arts. Bijna al die eenheden hadden een eigen arts bij zich. En John O'Forfar, toen een luitenant, is naar voren gehaald. En die heeft het verhaal van die Duitse arts aangehoord. En kreeg toen eigenlijk heel veel respect voor die arts. Hij had ook medelijden, omdat die arts eigenlijk met handen in het haar stond. Hij kon die soldaat niet helpen, die gewonde soldaat. Maar kreeg er respect voor dat hij zo ver ging, die Duitse dokter. Dat hij zijn eigen leven eigenlijk waarde om die patiënt te helpen. En ja, toen heeft Voorval aangeboden om mee te gaan met die Duitse arts. Om dan gezamenlijk die soldaat te behandelen. En die Duitse arts stemde daarmee in. Dus ze hebben hier die militair behandeld, geholpen. Vermoedelijk is die gestorven, want die was niet meer te redden, heb ik gehoord van de zoon van Lester. De man die hier het bevel voerde over die commando's. Die zoon die wist er iets van en die vertelde, die heeft het niet gehaald, die Duitse militair. Ja, John Voorvaar is dan na die behandeling van die man, na het behandelen van die man, van die patiënt, is die weer teruggebracht naar zijn eigen troepen. Nou is in de jaren 50, is er hier een Duitser gearresteerd door de Nederlandse marine. En die Duitser, ze waren met z'n vieren, die personen, die waren hier aan het hek foto's van deze bunker aan het maken. De marine vond dat heel interessant, want dat mocht niet, foto's maken van militaire objecten, want de Nederlandse marine gebruikte deze bunkers. En er is een procesverbaal op gemaakt en dat procesverbaal is teruggevonden. En daar staat één Nederlandse naam in. De man hebben ze ondervraagd van de marine, die moest hier naar binnen en die werd ondervraagd. En die wist te vertellen dat die Duitser die erbij was, dat was hier de dokter geweest. En die wilde heel graag een foto van zijn bunker hebben. Dus we weten, die Duitse arts heeft die strijd overleefd. De Tweede Wereldoorlog overleefd. En John Voltvar, die is hier ook op bezoek nog geweest, toch? Ja, een jaar of 14 geleden heb ik hem hier op bezoek gehad. En is vermoedelijk de laatste keer geweest dat hij hier op Dizhoek geweest is. Of misschien op Walcheren zelfs. En een anderhalf jaar geleden hebben we zijn drie kinderen nog op bezoek gehad. Ja, hij heeft twee zoons en een dochter. En die zijn hier alle drie binnen geweest. Die hebben hier foto's zien hangen en een aantal van die foto's die kenden ze niet. Die hadden ze nog nooit gezien. Het mooiste wat ik ooit meegemaakt heb, dat is in 1994 gebeurd. Met de 50-jarige herdenking.
Ik heb een Duitser gekend, die heb hier bij Koudekerk, in de buurt van die tankkracht, heeft hij gelegen in september 1944. En die Steinle, zo was zijn naam, Anton Steinle, die had als hobby filmen. Ten eerste in de oorlog, maar ook daarna. Dus hij kwam hier geregeld op Walcheren naar de herdenkingen en legde die gewoon alles vast wat hij kon. En in 1994 was hij er dus ook weer. Met zijn zoons. Drie zoons had hij bij hem. En hij wilde toen eerst naar Westkapelle, naar de herdenking. Daar zijn we geweest. En daarna naar de Schloedam. Want uiteindelijk is hij daar krijgsgevangen gemaakt. En op de Schloedam, daar was eigenlijk, waren we net te laat. Al die veteranen, die geallieerde veteranen, die Schotten, die waren eigenlijk al in de bus. En ja, hij wilde zich graag contact maken met die Schotten. En dat was dus heel bijzonder. Hij vroeg aan mij, kan jij aan die mannen vragen of ze mij willen ontmoeten? Dus ik ben die bus ingegaan. Ik heb op het raampje geklopt en de deurtjes gingen open. En ja, dat is eigenlijk een van de meest bijzondere dingen die ik meegemaakt heb. Ik ben die bus ingegaan. Nou, er was een berg rumoer in die bus, al die oude baasjes en die zaten met elkaar te babbelen. En ik ben dan midden in dat gangpad gaan staan en heb gewoon gewacht tot rustig werd. Op een gegeven moment werd mij stil, want die zaten zich natuurlijk af te vragen, wat moet die kerel in die bus? Die wil iets vragen, dus nou ja, ik op mijn beurt dan in mijn beste Engels gevraagd of zij contact wilde maken met die meneer die buiten stond, want dat was een voormalig Duits soldaat die op de Schloedam kruisgevangen gemaakt was. En hij wilde graag contact hebben met die Schotse, met die Schotten. En ja, die kerel moest gelijk naar binnen komen in die bus en die vlogen rond mekaars nek alsof ze de beste maats waren. Dat was echt, echt heel bijzonder.